vandaag behouden. Veilig een dagje buiten de stad. En rapper C-Fresh zoekt naar jong talent. Goedenavond en fijn dat je erbij bent. Asombe fayatidena. Gelukkig hebben we een ozonlaag die ons beschermt tegen gevaarlijke zonnestralen. Helaas wordt deze laag om onze aarde steeds dunner. Vandaag op Wereld Ozondag denken we na over hoe we onze ozonlaag het beste kunnen behouden. Uitlaatgassen van auto's, chemische stoffen uit spuitbussen of de koelingssystemen van koelkasten en airco's. Met moeilijke woorden noemen we ze CFK's en HCFK's. Dat zijn de afkortingen voor de schadelijke stoffen die erin zitten. Deze stoffen zijn schadelijk omdat ze onze ozonlaag vernielen. De ozonlaag is een laag van gassen die over de aarde bedekt ligt. Deze laag beschermt ons tegen de ultraviolette stralen van de zon, ook wel de UV-stralen genoemd. Deze gevaarlijke zonnestralen worden door de ozonlaag weer teruggekaatst. Maar als de ozonlaag beschadigd is, komen er wel gevaarlijke stoffen doorheen. Dan komen die stralen dan direct terecht op ons huid. En met alle nare gevolgen van dien. We kunnen huidkanker oplopen, oogkataract, noem maar op. En dus dat zijn eigenlijk de schadelijke effecten als we onze ozonlaag niet intact houden. Sati Sarju hoort bij de National Ozone Unit Suriname. Dat is een instantie die ervoor zorgt dat er zo min mogelijk schadelijke stoffen in ons land worden gebruikt. Een grote ozonvervuiler is bijvoorbeeld de airco. Wanneer die aan is, komen er heel wat stoffen vrij die gevaarlijk zijn voor onze ozon. Nu zijn er wel manieren om dit te voorkomen. We hebben dan zo'n apparaat, het wordt een recovery unit genoemd. En daarmee zuigen we eigenlijk alle gas op. En dan pompen we hem naar zo'n fles. En we slaan hem daarin op, waardoor er steeds minder gas in onze atmosfeer terechtkomt. Als we steeds meer van dit soort apparaatjes gebruiken, voorkomen we dat onze ozonlaag dunner wordt. Zo kunnen we blijven genieten van de zon, zonder dat we er snel ziek van worden. Dus, als dit ozonvriendelijk apparaatje goedkoper wordt, kunnen meer mensen het aanschaffen. Hoe meer van deze apparaten gebruikt worden, des te beter voor onze ozonlaag. Ik ben op Cola Creek gekomen om te ontspannen, water trappelen, spelen, zwemmen, alles. Zwemmen, glijden ook. Elk jaar gebeuren er ongelukken op recreatieoorden omdat de bezoekers vaak onvoorzichtig zijn. In de afgelopen week zijn er al 2 jongens verdronken. Beide waren voor een uitstapje naar een vakantieoord. Op sommige plekken zijn er wel lifeguards aanwezig die een oogje in het zeil houden. Ik moet maar 2 keer per dag, soms 3 keer per dag ingrijpen. De meeste mensen kunnen niet zwemmen, ze onderschatten het water. Ook al zijn er lifeguards, toch moeten de ouders en kinderen extra goed opletten, want de ongeluk schuilt in een klein hoekje. Ze mogen niet in het water gaan springen en ook niet te veel gaan duiken. Want ze duiken ze, je ziet niet, iemand anders speelt daar. Dus dat vind ik ook heel gevaarlijk. We mogen niet in de diepte. We mogen niet te ver van hun. Misschien vindt mijn moeder me nooit meer. Dat je niet riem moet spelen in het water. En als je riem gaat spelen, ga je verdrinken. Ik mag niet springen in het water omdat er stenen zijn. Ook soms zijn er flessen in het water. Tips voor een veilige vakantie. Spring nooit in de kreek. Ga nooit voorbij de afbakeningen zwemmen. Check altijd of er lifeguards zijn. Maar vergeet vooral niet om te genieten. Als je dit weekend buiten de stad gaat, geniet ze, maar let goed op jezelf. En als je merkt dat de plek niet veilig of onhygiënisch is, kan je dit melden bij het BOG op 0883-6643 of de Milieuinspectie op 49-41-30. Hij is bekend geworden met het lied Captain. Ik heb het over rapper C-Fresh. Zijn nieuwe project heet Wanna Know What It Feels Like To Be A Star. Hiermee wil hij jonge talenten via Facebook ontdekken en een kans geven in de muziekwereld. Lian is 14 jaar en heeft nu al een mooie stem.
Daarom kreeg ze van Seafresh de kans om samen met hem een nummer op te nemen. Nou, waarom ik het heb gedaan? Gewoon, ja, jong talent, opkomend talent, gewoon die push te geven. Toen ik door Seafresh werd benaderd, voelde ik me normaal, ook een beetje enthousiast. Dus wel voor het eerst dat ik aan zoiets meedoe. Ik vond het heel leuk. Ik heb het heel leuk ervaren. Dit liedje gaat over twee geliefdes die elkaar missen. Mijn eerste indruk, dus ik had niet verwacht dat het zo mooi zou zijn. En ja, ik vind het toch wel goed dat ik zo ver ben gekomen. Nou, alle nieuwelingen thuis, als je weet dat je kan zingen, blijf het in de badkamer doen. Maar kom het gewoon bij ons doen in de studio. Wie weet kan jij over een maand een song doen met Air Studio of wie weet Enver. Je weet maar nooit. Ik mis alles, baby. You and me still going strong. Still going strong, yeah. Vind jij dat je ook goed kan zingen of rappen? En wil je graag een liedje met Seafresh zingen? Check dan zijn Facebookpage. En nu nog even dit. We werden vanmorgen gebeld met het nieuws dat er in Guyana een zeemeermin zou zijn gevonden. Ja, je hoort het goed. Ouatramama, zoals we die hier noemen. Lang haar, mooi gezicht en een prachtig vissenlichaam. Zeemeerminnen zien we op de televisie, in speelfilms en in sprookjes. Er zijn verschillende verhalen over zeemeerminnen. Eentje daarvan vertelt dat de dochter van een visser verliefd werd op een meerman. Toen de dochter erachter kwam dat zij nooit echt samen met haar geliefde zou kunnen zijn, sprong ze de oceaan in. Ze werd toen een zeemeermin. Over de gevonden zeemeermin in Guyana is er nergens op internet iets gevonden. Maar wat we wel tegenkwamen was dit. Foto's van een zeemeermin. Dan wel een gedroogde versie. Ze zien er precies zo uit als in de films. Maar deze zeemeermin is niet echt. Het is een kunstwerk van de talentvolle artiest Juan Cabana. Hij vindt de sprookjes en de verhalen over zeemeerminnen ook heel erg spannend en maakte daarover zijn eigen creaties. Alleen zien die van hem er niet zo mooi uit als in de films. Om zijn kunstwerken te maken heeft hij echte vissenhuid gebruikt, de vinnen en ook nog de tanden van echte vissen. Soms komen er ook schedels aan te pas. Of zeemeerminnen echt bestaan, weten we niet. Want er is nog nooit echt eentje gevonden en onderzocht. We zullen dus maar lekker blijven genieten van de prachtige vrouw met haar lange haren en staart uit de sprookjes. De kunstenaar Juan verdient wel veel geld met zijn zeemeerminnen hoor. Voor eentje heeft hij zelfs meer dan $1500 gekregen. Nou, dat was het dan weer. Geniet van je weekend en denk eraan, extra voorzichtig als je buiten de stad gaat. We zijn er maandag weer. Doei doei!